Het stoomgemaal Teylinges in Kamerik kan straks weer op stoom gaan draaien. Als alles volgens plan verloopt, komt er volgend jaar december weer stoom uit de schoorsteen. De stoommachine die in dit stoomgemaal staat, die draait op perslucht. Voorheen was dat gevoed door een stoomketel. Die is in de tijd weggehaald, in de jaren 60. Waarom is dat eigenlijk gebeurd? In 1871, de Franse tijd, was hier een Brouillé-ketel. Die is later vervangen door een Cornwall-ketel. En daarna is er ook weer een Lancashire-ketel ingegaan. En al die ketels die zijn eigenlijk gewoon opgestookt. En de laatste ketel, werd die weggehaald omdat de functie van het gemaal wijzigde? Ja, de laatste ketel is weggehaald vanwege elektrificatie. En jullie zijn nu bezig om een ketel weer te introduceren. Waar komt die ketel vandaan? Ja, we zijn nu weer bezig om een ketel te installeren in het stoomgemaal, zodat het ook weer een echt stoomgemaal wordt en het er weer uitziet, ja, zoals het er vroeger ook uitzag. We hebben een voorbeeld van een stoomgemaaltje in Franeker, wat vroeger een stoomketel had. Dat is goed gedocumenteerd. Ja, en die sfeer proberen we helemaal terug te krijgen in dit stoomgemaal van Teylinges. Van de stoomketel die in het ketelhuis wordt opgebouwd, zijn het vat waarin gestookt wordt om stoom te maken en het branderfront de belangrijkste onderdelen. We staan hier bij het vat, wat straks in het ketelhuis moet gaan komen. Wat kun je erover vertellen? Dit vat is precies de diameter, 1,50 meter, voor de look en feel van de historische ketel die we terug willen brengen. Dus dit is eigenlijk gewoon een vormstuk waar het oude deel, wat hier naast ons ligt, op gaat passen. En we zijn nu bezig om dat hier pas op te maken, ja, zodat we weer een complete ketelromp gaan krijgen. Wat jullie hier zien is een geklonken brandenfront. Dit is de voorkant van een Cornwall-ketel. Die is helemaal geklonken met dit soort klinknagels. En die zie je hier overal zitten. Dit was vroeger een flens voor de aftap. Die hebben we hier afgeslepen. Want we zijn dit front nu helemaal vlak aan het slijpen, zodat het straks op het vat kan wat hier achter ons staat. Vrijwel alle werkzaamheden kunnen door in de stoomhistorie geïnteresseerde vrijwilligers worden gedaan. Jammer genoeg niet alles. We zijn in gesprek met een paar ketelbouwers, want uiteindelijk moet er een gekeurde ketel komen natuurlijk. We kunnen niet zomaar een vat opstoken om stoom te maken, dus er moet het moet allemaal door gecertificeerde lassers worden gedaan. Lloyds moet een keuring geven, anders dan mogen we niet stoken. Maar dat zit allemaal in het projectplan. Elke laatste zaterdag van de maand is het stoomgemaal vrij te bezoeken. Maar het ketelproject moet eind 2024 zijn afgerond. En daarna hebben we natuurlijk altijd nog andere ambities. En dan is het afgerond. En hoe gaat het dan aan het publiek getoond worden? Nou, we zullen waarschijnlijk 4 keer per jaar draaien met de ketel. En de andere maanden, of tenminste de andere draaidagen, dan kunnen we nog steeds gewoon op perslucht draaien. Dus we blijven gewoon hybride. Gevraagd naar de wensen en ideeën voor na dit project, aarzelt Arjan geen moment. Het zou natuurlijk mooi zijn als we gewoon weer met de boot naar de stoomgemaal kunnen. Maar daar moet natuurlijk nog het nodige voor gebeuren. De zichtlijn naar achteren zou natuurlijk ook mooi zijn als die wordt hersteld. De sluis weer open is ook nog een mooie wens. En zeg maar de hele de toevoer naar het gemaal toe en de afvoer van water, ja, die moet ook nog worden opgeknapt. Voor het opstoken van water tot stoom wordt geen steenkool, maar hout gebruikt. Hoe kom je dan in het hout? Ik verwacht wel dat er voldoende hout beschikbaar is. En bovendien, we gaan niet zoveel hout gebruiken. Ons idee is een aanhangwagentje hout. Nou, en daar moet het leuk stoken mee zijn. DZT kunnen mensen met een aanhangwagentje hout zich melden? Zeker, die zijn van harte welkom. Mensen met een aanhangwagentje hout, top, kom langs. En kom gezellig stoken. Dat wordt de toekomst.